Minister Marciano Dassai van Ruimtelijke Ordening en Milieu is vandaag in de Nationale Assemblee ingegaan op de schadelijke gevolgen van cyanide voor mens en milieu. Cyanide moet op een verantwoorde manier volgens speciale richtlijnen door getrainde personen gebruikt worden. Dat is ook de wijze waarop deze stof in de grootschalige goudmijnsector wordt toegepast. Cyanide heeft negatieve gevolgen voor het milieu, zoals landdegradatie, watervervuiling, aantasting en uitroeiing van ecosystemen, flora en fauna, en op de gezondheid van de mens, zoals hersenletsel en andere aandoeningen. Het NIMOS heeft in samenwerking met het OGS, Ordening Goudsector, een onderzoek gedaan naar bij de plek, zoals is gezegd, van vermoedelijk vervuiling, Tubuca, Mau in het Stuwmeer. De monsters zijn geanalyseerd in het laboratorium Philab Suriname. In totaal zijn er 3 monsters getrokken, waarbij in 2 monsters cyanide is aangetroffen. Deze zijn ter vergelijking. Deze zijn vergeleken met de US Environmental Protection Agency, USEPA, een drinkwaterstandaard voor cyanide. En dat is vast, het is vergeleken en komt op 1600 maal de waterstandaard van Amerika. Extra informatie van het OGS over de locatie geven aan dat de positieve monsters zijn genomen in de mijnen. Dassai wees ook op de resultaten van het onderzoek dat afgelopen maandag door de Surinaamse waterleidingmaatschappij is gedaan en heeft aangetoond dat drinkwater uit de kranen van Brokopondo niet gecontamineerd is met cyanide. Ook het NIMOS heeft samples getrokken uit SWM waterbronnen met hetzelfde resultaat. De labuitslagen zijn gepresenteerd in DNA. Het ministerie van ROM is thans bezig om conform de richtlijnen van het NIMOS en NCCR alle in beslag genomen chemische stoffen, inclusief dat van de landing, de Brokopondo, te transporteren naar een veilige locatie buiten woongebied en deze locatie wordt bewaakt. Zoals men zegt, meten is weten. We kunnen niet zomaar aannames doen en op basis van aannames handelen. We moeten meten, zodat we weten wat er gebeurt. De bewindsman zegt ook dat het drinkwater in de stad geen vervuiling heeft. Dit water is immers afkomstig uit bronwater.